Feyenoord keerde voor het wintertrainingskamp terug naar het Spaanse Marbella. De plek waar Feyenoord de 3 jaar onder trainer Ronald Koeman verbleef. Op vertrouwde grond dus, want een trainingskamp zoals vorig jaar in Portugal wilde Feyenoord niet meer meemaken. In de Algarve was het weer vorig jaar erg slecht en waren er slechte trainingsvelden. En dat had invloed op de sfeer binnen het team. Of die slechte serie van vorig jaar met direct 7 nederlagen op rij iets te maken had met dat slechte trainingskamp, zal Van Bronckhorst nooit exact weten. Maar toch heeft hij er lering uit getrokken. We hebben het ook de trainingskamp iets anders ingedeeld. Ook zeg maar maandag bijeengekomen en pas dinsdag gaan vliegen. Om even rustig nog bij elkaar te zijn. Niet dat gehaaste van op dezelfde dag melden, gelijk gaan vliegen. Dus dat hebben we anders gedaan. En we zijn teruggekeerd naar een plek wat we kennen. Wat herkenbaar was. Ook vorig jaar was dat niet goed bevallen. En ik moet zeggen dat de omstandigheden nu nog beter zijn dan we verwacht hadden. Ja, ik denk als je ook nu zeg maar, het trainingskamp vergelijkt met die van vorig jaar, dan kloppen er veel meer dingen. Dan zie je heel veel positiviteit in de groep, heel veel positieve agressie. De focus is gelijk terug, mensen zijn fit. En vorig jaar, ja, ik weet niet of dat het mee te maken had, maar ja, het weer was niet lekker, het veld was slecht. De faciliteiten waren gewoon minder als hier. En hier is alles top. Het hotel is voortreffelijk, het eten is goed. Het veld is echt top. Ja, en dan zie je ook gewoon dat je een topfitte groep hebt. Een andere maatregel die Van Bronckhorst heeft genomen is om zich volledig af te schermen van pers en publiek. Alleen de donderdagtraining was openbaar. Die maatregel levert de club veel kritiek op. Zeker omdat Feyenoord te boek staat als volksclub. En er altijd veel supporters de club achterna reizen tijdens zo'n trainingskamp. Feyenoord is inderdaad die volksclub waar heel veel supporters en heel veel sponsors dan op afkomen om die trainingen te bezoeken. Ja, en dat liep hier in Marbella eigenlijk uit de hand. Aan de andere kant weten we ook van onze spelers dat die graag rust hebben rondom de trainingen. Dat ze zich enorm kunnen focussen en zeer goed kunnen concentreren op die trainingen. En dat heet ook met een woord de topsportmentaliteit en klimaat. Ja, en aan de ene kant is er de afgelopen jaren daar vragen over gesteld. Is dat wel bij Feyenoord? Aan de andere kant, als wij dan daar stappen in maken, ja, dan krijg je daar ook weer opmerkingen over. Zo'n 60 supporters zijn bij die donderdagtraining aanwezig. En de een heeft meer begrip voor het Feyenoord standpunt dan de andere. Ik vind ook veel bewaking hier en je mag geen stap verder zetten of je wordt weer teruggedouwd. Dat vind ik wel een beetje jammer. Dus dat ja, je kan niet echt dicht bij de spelers komen. We staan aan een belangrijke tweede helft van het seizoen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat ze gewoon lekker in alle rust kunnen trainen. We kunnen een wedstrijd bezoeken, we hebben een openbaar training. Dus ik vind het wel verstandig van Feyenoord dat ze het op deze manier doen. Tussen de supporters staan ook de ouders van Dylan Vente. Een van de 3 jeugdspelers die met Feyenoord mee mocht naar Marbella. Maar besloten is besloten, ook voor familie. Ik had begrepen dat je misschien langs de weg hier kan staan om te kijken. Dus dan ga ik gewoon daar staan. Het is illegaal, maar ja, voor je zoon doe je alles. Ja, tuurlijk. Uiteraard. Al moet ik om het hoekje staan of zo. Want ook het oefenduel tegen Katwijk, waar Dylan Vente zijn debuut maakt bij Feyenoord, is besloten. Gelukkig krijgen de familieleden toch toestemming om zo'n mooi moment live mee te maken. Ja, ja maar. Ik heb elkaar. Ja. Op vorige trainingskampen zagen we de technisch directeur Martin van Geel vaak veel bellend langs het veld staan. Maar nu is daar eigenlijk geen noodzaak toe, nu Feyenoord heeft aangegeven deze selectie intact te houden en niet op zoek te gaan naar versterkingen. De ervaring leert dat in januari bijna onmogelijk is om dat te doen. Daar komt ook altijd nog bij van als je dingen gaat doen en veranderen, verandert een hiërarchie, verandert een bepaalde sfeer in een groep. Nou, dat kan eerder nadelig werken dan voordelig. Dus wij denken dat de continuïteit en de stabiliteit en doorgaan met dezelfde staf en dezelfde groep, dat eigenlijk onze kracht moet zijn. Want de concurrentie binnen de Feyenoord-selectie is al groot genoeg. Zeker nu Kenneth Vermeer weer is hersteld van zijn knieblessure en binnenkort weer inzetbaar is. Feyenoord mist eigenlijk alleen Sven van Beek, die ook in Nederland was achtergebleven. Een van de belangrijkste opdrachten voor Van Bronckhorst in de tweede seizoenshelft is dan ook om zijn selectie tevreden te houden. Hoe gaan bijvoorbeeld Tapia en Vinicius zich gedragen?
die voor veel geld zijn gekomen, maar nauwelijks spelen. Of spits Michiel Kramer. Vorig seizoen nog heel erg belangrijk. Nu bankzitter. Het gaat niet om mij. Ik wil gewoon dat we kampioen worden. En dat betekent dat ik me gewoon moet schikken in de rol die ik heb. En dat is niet makkelijk. Dat weet iedereen. Alleen, dat is voor mij ook weer een uitdaging om dat een beetje om die aan te gaan. Dus dat is voor mij nu een beetje het dingetje. En voor de rest gaat het goed. Ja, en mochten jullie kampioen worden, is het dan toch jouw kampioenschap ook? Oeh. Ja, ik weet niet of dat dan zo is. Natuurlijk heb je dan misschien wel je waarde gehad, maar aan het eind van de rit, als we dan nog steeds bovenaan staan, dan kan ik je waarschijnlijk wel het antwoord geven op die vraag, maar nu nog niet. Marten Vergeel heeft de afgelopen tijd ook enkele spelers op bezoek gehad die moeite hadden met hun rol en willen vertrekken. Maar tegen die spelers is hij duidelijk. Maar ik heb een hele duidelijke boodschap gegeven. Dat heb ik afgelopen zomer al aan een aantal spelers gegeven. Die heb ik de afgelopen maanden aan spelers gegeven en aan hun agenten. Wij houden deze groep bij elkaar en wij gaan voor het allerhoogste. En daar zal iedereen zich in moeten schikken. En dat eisen we bij Feyenoord. We verwachten dat ook van iedereen. Dat die zich professioneel opstelt daarin. En dat is onze doelstelling. Zit je wel eens stiekem toch te dromen? Kolsingel helemaal vol. Als eerste het bordes op. Met die schouw? Ik droom niet, maar ik probeer gewoon ambitie waar te maken. En we zijn ons nog aan het doorontwikkelen en we kunnen nog beter. En dat is de ambitie die deze groep heeft. Ja, en het ultieme zou natuurlijk zijn het winnen van deze competitie. En daar gaan we alles aan doen.